Welkom bij het SP Journaal. Elke aflevering kijken we terug op de meest boeiende momenten van de week en blikken we vooruit op de week die komen gaat. Vergeet niet om je te abonneren op ons YouTube-kanaal. Wij zijn als SP een partij van de straat, maar ja, nu is dat toch op laten geblazen met corona. Dus doen we het op deze manier. De verkiezingscampagne is de tijd van grote bijeenkomsten, debatten in volle zalen en gesprekken bij mensen thuis. Nu even niet. En daarom kom ik naar jou toe. Door corona gaat het dit jaar even helemaal anders. Maar nu ik er toch ben, ga even lekker zitten en vertel me waar jij het over wil hebben. Lekker bezig, jongens! Nodig mij bij jou thuis uit. En dan vertel ik je graag meer over de SP. Ga naar haallilianinhuis.nl. Het is onvoorstelbaar. 6.500 arbeidsmigranten zijn er al omgekomen bij de bouw van stadions voor het WK in Qatar in 2022. Maar waarschijnlijk zijn het er nog veel meer. Dit is gewoon moderne slavernij. De vorige keer in juni hadden we het nog over 4000 doden. Het is nu al 6.500 en het werkelijke aantal ligt nog veel hoger. Ik vind het echt een schande en beschamend voor ons land als wij straks een officiële delegatie daarheen sturen en daarmee dit hele regime en de toestand ook witwassen. Daarom... Duizenden mensen hebben zich doodgewerkt. En we hebben succes, want... Verzoekt de minister in 2022 geen afvaardiging van de regering te sturen naar de WK in Qatar... en hierover in overleg te gaan met andere landen. De motie is aangenomen. We zagen het eerder al bij de toeslagenaffaire, waarbij mensen werden vermorzeld door het systeem. Ik had een goede baan. Ja, blij met mijn baan en ik was iemand die keihard aan het werk, die werkt altijd. In 2014 kreeg ik toch een aanslag, omdat ik volgens hun fraude zou hebben gepleegd. Ze zeggen dat je terug moet betalen, ze houden je loon in, je krijgt geen huursubsidie meer, want dat wordt verrekend, geen zorgtoeslag, je verliest je huis, je kan niet meer normaal je rekeningen betalen, dus je bouwt ook andere schulden op. De overheid is te vaak niet je bondgenoot. Tot die conclusie kwam ook een commissie in de Tweede Kamer. Bij het uitvoeren van overheidsbeleid wordt de menselijke maat vaak uit het oog verloren. Dat concludeert de Tweede Kamercommissie die onderzoek deed naar het functioneren van organisaties als het UWV, het CBR en de Belastingdienst. Op ons initiatief komt er een parlementaire enquête. Naar de toeslagenaffaire, maar ook naar hoe we ervoor kunnen zorgen dat ons land weer een eerlijke overheid krijgt. Niet alleen in jouw woonkamer, maar ook op andere manieren zijn wij campagne aan het voeren. Help je ons mee? Kijk dan op sp.nl/campagne om te zien hoe jij mee kunt helpen. Bedankt voor het kijken. Volgende week zijn we er weer. Vergeet niet om je in de tussentijd te abonneren op ons YouTube-kanaal.